Komt niemand, toch? Ik ga wel even op de uitkijk staan. Hoe kom je er dan? Ik importeer ze uit China. In de vorige video heb je kunnen zien dat we op bezoek gingen bij Taco en Melissa van Vanmo fietsen. En daar is uitgekomen dat dit de style must-have fiets is van de man. Ja, en in Amsterdam worden er heel veel fietsen gestolen. En wij gaan nu kijken of mensen ook een fiets willen hebben als wij hem alvast voor je stelen. Ja, dat is handig. Oké, dit is het plan. Wij gaan ons eigen winkeltje beginnen. Maar we hebben daarvoor een bord nodig. We hebben karton. Deze die komt zo meteen ook van pas. Want onze fietsen die gaan we natuurlijk op slot zetten. En op het moment dat er dan een koper is, pakken we deze erbij. Knippen we het slot door en dan kijken we hoe de mensen reageren. Of ze dan nog steeds willen hebben. Wat gaan we erop schrijven, Bob? We gaan schrijven fietsje te koop. Fietsje nodig hier te koop. Ja. Ik vind hem heel leuk. Ja, ik ook. Schrijf maar op. Tijdens uw garantie zijn wij op vakantie. Dag mevrouw, zou u een fiets willen kopen? Nou ja, weet je, ik vind het wel een mooie fiets, maar ik ben op de scooter. Waar moet ik dan staan? Waar kom je er aan? Ja, ik heb er gewoon een winkeltje in. Ik importeer ze uit China. Ja, ja. Nou, dankjewel. Dit is niet echt een goede locatie. Laten we even op het pleintje gaan staan. We zetten gewoon die fiets tegen die boom en dan hebben we meer aanspraak, want hier komt gewoon niemand langs. Hey, zou je een fiets willen kopen? Nee, dankjewel. Nee, man. Nee. Zeker weten? Scooter toch? Deze. Ik heb wel een fiets. Ja, maar niet zo mooi. Dank je. Hij is wel heel mooi, maar ik heb hem niet. Heel goedkoop. Het is wel een mooi dingetje. Deze is heel mooi, die is wel iets duurder. Aan de andere kant staat nog een goedkope. Wil jij een fiets kopen? Hippe jongen, hippe fiets. Als ik je zo inschat, hippe broek, hippe fiets. Wil je hem kopen? Ja, 5 euro. 5 euro? 50 euro. Maar wat zou je ervoor over hebben als je nu... Voor die voorste, 60. 60 euro. Nee, dat wordt hem niet meer. Ja, kom op. 10 euro. 10 euro. 15. Hebben we een deal. 15 euro. Het is sowieso een mooie fiets, man. Vertrouw het niet. Nou. Er is sowieso iets mee aan de hand. Nee, de fiets is prima. 60 euro. Weet je wat? Heb je dat nu bij je? Ik moet er namelijk gewoon echt vanaf. Jij hebt een rondje voor. Ja, is goed. Kom, Bobby. Jij mag het doen. Je moet hem ook gewoon even loshalen ook. Straks komt er iemand terug. Oh, snel ja, voordat de politie komt. En you can buy that one if you have children. Oh, you can choose anyone you like. You take this one. But you want to do this one. Oké. Dit lukt niet. Doe jij het maar eventjes. Ik heb het nog nooit gedaan, dit. Ja, we zijn pas net vandaag begonnen met deze winkel. Zo. Oh, ja. Zo. Nee, ik ga niet over. Ja, gast. Kut, zitten wij met de fiets? Ja. Ja. Die ben ik kwijt. Komt niemand, toch? Ik ga wel even op de uitkijk staan. Vinden jullie hem een beetje stijlvol, die fiets? Deze is goed. Nu wel. Hé, hey, nou, fantastisch. Nou, jongens. Alsjeblieft. Moet ik het even doen? Ja, graag. Ik heb dit in een wip gedaan. Ik doe dit elke dag. Ik zet hem ertussen en dan is het gewoon oppa. Dan is die door en de rest is het zaagje. Pinautomaat staat verder op. Zal ik alvast aan? Ja, is goed. Hey, wel terugkomen dan, hè? Tuurlijk. Even geen grap. Nee. Hij is nu door, hè? Ik heb het idee dat hij niet terugkomt, hoor. Laat hem zo Ik hangen. Heb ook het idee dat hij niet terugkomt. Nee. Hij komt terug. Dit Kenneth camera of zo. Hoezo? Zie jij een camera? Ja, daar eentje, toch? Oh, wat toevallig. Heel gek. Hallo. Sorry. Maar heb je wel gepind? Ik heb voor de zekerheid gepind, ja. Ja. Is dat dezelfde twijfel om het gewoon te doen? Tuurlijk. Thanks. Hey, rustig. Hey. Ja, mensen waren wel duidelijk geneigd om een fiets te kopen, terwijl ze ook wel door hadden dat er iets niet helemaal in Den Haag was. Ja, en mensen willen dus toch wel op straat een fiets kopen, maar op het moment dat het echt voor hun neus gebeurt en ik aankwam met het leuke ding, ja, dan willen ze ineens weer niet meer. Ja. En zelfs zonder dat ik iets zei of dat er een bordje stond of zo, kozen de mensen gewoon massaal voor deze fiets. Ja, hij is wel echt heel erg gewild. Ja, en er waren ook mensen die gingen gewoon even hier zo stilstaan, kijken naar die fiets. Om te kijken naar de fiets. Het is een bijzonder ding.
Wil je meer stijlvideo's zien of inspiratie? Ga dan naar concentrate.nl. Ja, en volg ons op Snapchat, Instagram, Facebook en Twitter onder concentrate.nl. Doe een duimpje omhoog en vergeet vooral niet te abonneren hieronder op Concentrate. Doei!